Ik ben hier in Orvelt en sta voor het Ottenshuis. En hier is altijd de familie Ottens gewoond. Een grote familie met heel veel kinderen. Een rijke boer was het eerder. En hier is nog heel mooi te zien hoe ze hier vroeger leefden. Dit is de woonkeuken van het huis. En hier leefde men met z'n allen zo'n beetje in één ruimte. En dat was niet alleen vader, moeder en de kinderen, maar ook opa en oma woonden er vaak bij in. En zelfs de dienstmeid en de knecht, die woonden hier samen met de familie, vaak rondom het gasfornuis, omdat het daar nog lekker warm was. Dat was altijd een hele gezellige bedoeling. Aan één kant van deze kamer zien we een houten wand, want hierachter zaten de bedsteden. In de bedstee sliepen ze vaak gewoon op stro en hooi. Vaak wel vier kinderen in één zo'n kleine bedstee. Ze sliepen dan ook om en om. De ene sliep met het hoofd aan deze kant en de andere sliep met het hoofd aan die kant. En zo'n kleine bedstee kon je vaak niet lang uit liggen. Dus ze zaten ook een beetje half rechtop. Want ze dachten als ze gingen liggen, dat ze dan dood gingen. Maar dat was natuurlijk niet zo. En hieronder zit nog een lade voor de allerkleinste. Dus de pasgeboren baby's werd hieronder geschoven. En dat noemden ze dan het ondergeschoven kindje. En daar komt het spreekwoord vandaan. Vroeger had men in dit soort huizen natuurlijk geen elektriciteit. Dus je verzamelde onder een kleine tafel onder een olielamp. En vaak speelde je daar gewoon spelletjes. Zoals een lei en een griffel waar je heerlijk kon tekenen. Of een potje mens erg je niet. En vaak waren ze in die periode ook heel bijgelovig. Want wat hier hangt is geen kerstbal, maar een heksenbal. En die jaagde de heksen eigenlijk weg. Want heksen die brachten onheil en ziektes met zich mee. En dat wouden ze me natuurlijk niet. Achterhuis was over het algemeen voor de boer, maar ook voor de kinderen was het altijd wat leuk om hier wat te kunnen spelen, zoals stel te lopen bijvoorbeeld. In museumboerderij het Ottenshuis kun je nog steeds beleven hoe het leven hier vroeger was. Je kunt ook actief meedoen, zoals spelletjes spelen, en dat is leuk voor jong en oud.